Oranje Nassau School groep 5. Ik ben hier op Leen voor succes gekomen, omdat het heel moeilijk ging op school. En ik had nog vaak ruzie met de juf. Ook omdat ik me niet zo goed kon concentreren, ben ik op Leen voor succes gekomen. Dus gaat nu ook veel beter, gelukkig. Wat ik heel leuk vond op Leen voor succes, was de PowerPoint. Omdat ik heel veel leuke effecten kon doen, zoals kleurtjes, achtergronden, leuke foto's en dat soort dingen. En dat vond ik heel leuk. Daarom ben ik hier op Leen voor succes gekomen. Doei! Ja. Hallo, ik ben Sabah en ik ben 10 jaar. Ik ben hier gekomen omdat ik mijn eigen mening moet geven. Ja, en van het spel bij Play for 6 vond ik Rein je Rot het leukst. Omdat je lekker actief kan zijn. Dag! Hallo, ik ben Sophie van den Burg en ik zit op de Eerste Nederlandse Buitenschool. En ik ben daar op Leen voor succes gekomen omdat ik nieuwe dingen moeilijk vind en zo. Dat soort dingen. En dan en het leukste op Leen voor succes vond ik appeltaart bakken. En ja, dat was eigenlijk wel. Doei! Hallo, ik ben Emma, ik ben 9 jaar oud en ik ben bij Playing for Success gekomen omdat ik moest leren dat ik fouten mag maken. Het leukste spel vond ik goochelen, want ja, dat was anders dan de andere keren en het was leuk, want we kregen een klein goocheldoosje mee naar huis. Doei! Ik ben Erik, ik ben 10 jaar en ik ben bij Playing for Success gekomen omdat ik snel boos werd, maar daar ben ik nu bezig mee aan het overstappen. Ik vond het leukste spel dat ik hier een keer heb gedaan was Hidden en ik heb er veel van geleerd en ik hoop dat het nou beter gaat. Bye! Ik ben 11 jaar. Ik kom van de Eerste Nederlandse Buitenschool. Ik zit in groep 6-7. Ik kom eigenlijk hier voor Playing for Success. Op de taart te wachten en nog veel meer. En ik heb heel veel plezier gehad. Dag! Hallo, ik ben Sharik. Ik ben 9 jaar. En ik zit op de school van Arena zijn school. Ik ben hiervoor gekomen omdat ik heel vaak gepest word. En dat vind ik niet leuk. En daarom zit ik niet zo vaak in mijn vel. En ik ben daarom ook hier om hier leuke dingen te doen. En dat ik weer me eigenlijk in mijn vel voel. Ik vond het leukste dat het spel Hit'em. Want ik vind het leuk om spelletjes te doen in een tijd. Daar hou ik heel van, want we doen het ook altijd bij Grim. Doei. Hallo, ik ben Strea Dijkstra. Ik zit op de Eerste Nederlandse Buitenschool. En ik ben 10 jaar oud. En ik zit in groep 6-7a. Ik ben hier zo naar Playing for Success gekomen om aan mijn concentratie te werken. En het leukste wat ik hier zo vond, het appeltaart bakken. Omdat ik ook heel veel van bakken hou. Ik zit op Playing for Success omdat ik een opheffertje nodig mocht hebben. Ik ben 9 jaar. De leukste opdracht van Play for Success vond ik in de wolken. In de wolken, omdat je daar ook een foto mocht maken, foto's mocht maken. En dan zelf bepalen wat iemand zei tegen jou of dat je tegen iemand anders mocht zeggen. Doei! Ik ben Michelle, ik zit op de Eerste Nederlandse Buitenschool. En ik ben hier gekomen voor mijn zelfvertrouwen
Het leukste vond ik de appeltaart toen het zo gezellig was. Ik ben Karsten, ik ben 10 jaar. Ik ben met Plein voor Succes gekomen omdat ik vond dat ik op heb nodig had. En de leukste opdracht bij Plein voor Succes vond ik Ren je rot, omdat ze daar mocht rennen. Ik heb van Plein voor Succes een paar dingen geleerd. Dat je ook leuk kan samenwerken en nu kan ik ook beter met computer.